Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief en uiteraard geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin, Ethereum en naar een aantal andere altcoins. Maar we beginnen met een nieuwtje. En vergeet ook niet de video een like te geven als je de content kunt waarderen. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En we beginnen dus met het nieuwtje. Minet, Scott Minet van Guggenheim Partners, die zegt dat Bitcoin wel eens nog naar de $20.000 zou kunnen terugzakken. Natuurlijk kan dat. Is het aannemelijk? Ik vind van niet. Maar ik ben benieuwd, wat vinden jullie? Zijn jullie met hem eens? Kan Bitcoin naar de $20.000 tot $30.000 terugzakken? En zo ja, zou dat in deze cyclus gebeuren? Misschien in de volgende cyclus? Laat het weten onder in de comments in ieder geval. Ben benieuwd hoe jullie erover denken. En zij denken ergens, hebben zij ook eerder uitgesproken dat ze ook verwachten dat Bitcoin uiteindelijk naar de 4 ton zal gaan. En op korte termijn zou dat dus naar de $20.000 tot $30.000 kunnen gaan. Ik denk van niet. Ik denk dat dit gewoon FUD is. Hè? Fear, uncertainty en doubt. Uitgesproken zodat zij lager kunnen inkopen als mensen in paniek verkopen. Goed. En afgelopen weekend zagen we een heleboel liquidaties op Binance. En dat is, hè, ze hadden een flash crash. En eerlijk gezegd, Binance is een goede exchange, maar hun liquidatiesysteem is niet de beste. En daarvoor kun je beter naar FTX, in mijn ogen. Hè, op FTX hebben heel veel mensen de liquidatie overleefd, ook volgens de CEO. Jullie weten waarschijnlijk ondertussen ook al dat ik voornamelijk op FTX zit, omdat dat ook gewoon veel betere trade opties biedt. En als je daar meer over wil leren, dan kun je ook de FTX tutorial opzoeken op YouTube om te kijken of dat wat voor jou is. En dus bovenin, je kunt gewoon zoeken op FTX tutorial, de Bitcoin consultant, en dan vind je hem ook. Dan Bitcoin op de 4 grafiek. En wat we wel zien op de grafiek is, op de futures grafiek, is dus in ieder geval, hè, die gap die is eerder al gevuld, maar we hebben van afgelopen weekend een hele grote gap gemaakt tussen de 57.120 en de 61.980. Die is nog open en wat we nu zien is potentiële bullish divergentie op de futures grafiek. En die, hopelijk gaat die uitspelen, dan zouden we hier in ieder geval nog een mooie boost kunnen krijgen. Hè, misschien richting de 57.000 tot de 58.000 waar de 200 moving average op de 4 uur loopt. En een bullish divergentie die bestaat uit lower lows op de koers, higher lows op de RSI of op een andere indicator. En als je het niet goed kunt zien, dan kun je de grafiek ook met een lijngrafiek zetten. En dan zie je dus duidelijk dat dit inderdaad lower lows zijn. Dus in het beste geval gaat dit uitspelen en anders zit er nog een dalingje aan te komen. Goed, op de Bitstamp grafieken verwacht ik toch eigenlijk wel dat we hier ergens de bodem gaan maken. We hebben hier wel de laatste lows verbroken van de afgelopen dagen. Laat ik dan eens even wat inzoomen. Maar je ziet ook aan het volume dat dat toch aan het afnemen is. Ook het bearish volume. En het ziet er ook uit dat de koers hier eigenlijk wil gaan uitronden. Dus ik verwacht dat we hier in ieder geval voorlopig een tijdelijke bodem hebben gemaakt. En als we de laatste lows hier breken op de 51.300 tot de 50.400. Ja, dan heb ik het in ieder geval mis. En dan verwacht ik ook dat we door kunnen gaan. Hè, een bearish afwijzing door kunnen gaan naar de 48.000 ongeveer. En potentieel dan door naar de 45.000 tot 42.000. Maar voorlopig denk ik dat we hier een bodem hebben gemaakt. En die 4 uur bearish divergentie zou daarbij aan kunnen meedragen. Aan bij kunnen dragen. Dan de Bitcoin, hè, de grotere symmetrische driehoek die er al een paar dagen op staat. Gisteren hadden we een potentiële falling wedge hier en die is naar beneden uitgebroken. Wat we nu eigenlijk ook vooral zien is zijwaartse consolidatie voor Bitcoin. En dat betekent dat we patronen zullen zien, vele ervan zullen ervan mislukken. Dus mooie trade setups die zullen waarschijnlijk niet lukken. In de altcoins zien we die wel beter, dus dan kun je beter daar gaan traden. En Bitcoin eigenlijk wachten totdat het echt weer een richting gaat kiezen uit deze symmetrische driehoek. Deze falling wedge is niet goed gegaan. Hier zijn we uit de symmetrische driehoek gebroken, maar hebben de bears weer niet doorgezet nadat ze hier support hadden bereikt op de 52.600 en nu zijn we weer binnen die symmetrische driehoek gekomen en in het beste geval houden we hier nu support. Dus het afwachten wat de bulls hier gaan doen, maar dit kan rustig nog een paar dagen duren en als we nu ook hier de laatste loven breken eigenlijk, dan verwacht ik dat we door kunnen gaan naar beneden. En in het beste geval zouden we hier op de 4 uur grafiek ook nog bullish divergentie kunnen krijgen, hè, waarbij de 4 uur een lower low maakt ten opzichte van deze low en dan ook hier 4 uur bullish divergentie krijgt op de Bitstamp grafieken met een hogere high low op de RSI. De winnaar op dit moment is in ieder geval Ethereum wat dat betreft. Die is de afgelopen dagen flink gestegen.
En dit is Ethereum versus de dollar. We gaan eerst even kijken naar Ethereum versus Bitcoin. Ik kreeg laatst feedback dat ik Ethereum duidelijker moet gaan uitspreken. Ik spreek het te snel uit, waardoor het misschien anders klinkt dan jullie gewend zijn. Maar goed, Ethereum op de Bitcoin grafiek heeft nog niet zijn laatste all-time high, de meest recente all-time high verbroken. Het ziet eruit als één grote cup in ieder geval. En we zijn nu boven de weerstand aan het uitbreken van hier. En we moeten alleen nog deze high hier zien te verbreken. Zodra we hier verder kunnen uitbreken en dit support kunnen maken, dan verwacht ik ook dat we vrij snel door kunnen gaan. En op de grotere timeframes is er nog iets van een grotere inverse head and shoulders te zien, waarbij de koers dus door kan gaan naar de 0,066. Dus dat zie ik nog wel gebeuren. Maar het moet eerst de support maken hier op de laatste supportzone. Als dit hier niet boven sluit op de dagelijkse candlestick, dan zien we, of dan zie ik in ieder geval ook nogal gebeuren dat we hier eigenlijk een afwijzing krijgen. En misschien zouden we ook nog een handle kunnen vormen, om een grotere kap en handle te vormen. Eventueel kan het ook iets van een bull flag worden. Ik zie dat de RSI namelijk redelijk overboord is op de daily. En dat geeft toch aanleiding tegen weerstand aan om eerst een daling te krijgen. Maar dat is nog even afwachten hoe dat zal gaan uitspelen. Als we boven deze support kunnen blijven, wat eerst weerstand was op de 0,044. Dus als we hier support kunnen maken op de lagere timeframes op de 4 grafiek. En misschien een bull flag. Maar in ieder geval hier een support maken. Dan verwacht ik dat we vrij hard kunnen doorvliegen. En Ethereum versus de dollar zal dan hetzelfde doen. Eerder deelde ik al in de Discord groep dat we hier een right angle descending broadening wedge hebben. En die breekt over het algemeen naar bovenuit. En die is naar bovenuit gebroken. Is de support nu aan het hertesten, wat eerder weerstand was. En zolang we hierboven kunnen blijven, dan verwacht ik in ieder geval dat we de technische target van deze right angled descending broadening wedge kunnen halen. En dat is 2588. Maar ik zou zeker een deel vasthouden, want ik zie de koers dan eigenlijk ook, zeker als Ethereum versus Bitcoin doorschiet naar boven, dat we naar de 3000 dollar target kunnen gaan. $13,000 zou natuurlijk nog mooier zijn. Dus dat voor Ethereum. Het is nog even afwachten wat daarmee exact gaat gebeuren. Kunnen we die support houden? Dan verwacht ik dat we door kunnen zetten naar boven. En anders is de kans groot dat we de laatste support moeten opzoeken op 2364. Dan gaan we nog even kijken naar Cake. Maar eerst de Premium Discord groep. Als je de cursus hebt gedaan, dan kun je hier natuurlijk inkomen en meediscussiëren. Je kunt ook vragen stellen. En als je dus meer wilt leren over het traden, dan kun je de handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je moet traden, waar moet je instappen, waarom moet je instappen. Je bent daardoor ook minder afhankelijk van technische analisten. En je komt dus in die premium Discord groep terecht, waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. En die zie je dan dus ook zeker eerder dan de video's, zodat je die beter kunt meepakken. Je kunt ook eerst een proefweek doen. En deze carousel is slecht, maar goed. Je kunt ook eerst een kennismakingscursus doen voor de technische analysecursus. Kost je niks, behalve wat tijd. En als je meer wilt leren en een verdere verdieping wilt in het long en short gaan, dan kun je natuurlijk handelen in cryptocurrencies deel 2 doen. En voor degene die de premium Discord groep nog niet hebben gezien, kun je dus ook de proefweek meedraaien. En een shout-out naar de Bitcoin webshop van Nederland. Je kunt een lekkere Bitcoin bier halen, Bitcoin bier openers, Bitcoin chocola en een mooi Bitcoin mok en nog allerlei andere producten. Ga checken, je vindt de link onder in de video. Dan Cake, ook op verzoek. Crypto Insider members die kunnen stemmen op welke altcoins ik ga behandelen in deze videoreeksen. En eerder liet ik in de Premium Discord groep al weten, afgelopen dagen, dat we ook hier een right angled descending broadening wedge zien. En die breekt over het algemeen naar bovenuit. Het heeft in principe zijn technische target vrijwel gehaald, maar het is nu de laatste, die support is het eigenlijk aan het testen. Dus als we deze lijn eigenlijk even wat verder doortrekken. Dus het mooiste zou zijn als we hier nu eigenlijk een support resistance flip krijgen. Dus hier was het weerstand. Nu zou het support moeten worden. En we zien hier ook de potentie voor een descending broadening wedge. En ook dat is een bullish structuur. Zolang we boven de 50 moving average op de 1 uur kunnen blijven en de bovenkant hiervan, verwacht ik dat dit door kan zetten met een technische target van de $29,28 om opnieuw die highs te testen. Maar als Bitcoin hier ook naar beneden zal vallen en weer uit die symmetrische driehoek naar beneden breekt, dan is de kans dat deze gaat falen ook
vrij groot. En dan zie ik de koers vrij snel weer teruggaan naar de $25 support. Dus wat voor cake. Dan nog onze favoriete Dogecoin. Even een korte update om te kijken wat daar gebeurt. Eigenlijk, sinds het een top bereikt heeft hier, is het neerwaarts aan het gaan. En zoals ik in een eerdere video heb gezegd, ja, ik verwacht eigenlijk dat hij eerder richting de 60 cent gaat. De 20 cent. We zullen eerst de 0,5 Fibonacci gaan opzoeken op de 25,3 cent. En op de lagere timeframes, wat ik een uur of twee geleden in de Premium Discord groep deelde, is dat. En we zijn hier uit deze symmetrische driehoek naar beneden gebroken afgelopen dagen. En we vormen nu een bear flag. Die is inmiddels uitgebroken en die gaat rap naar de technische target. En dus deze zal waarschijnlijk ook doorgaan zetten richting de 25 cent op deze manier. Ja, dus Dogecoin. Het was een mooi idee, 20-4, om Dogecoin flink omhoog te pompen. Maar na een harde stijging, dan komt er ook weer een hele flinke daling. Ja, en we zien ook in ieder geval hier support op de daily 12 EMA op de 24,99 cent, oftewel de 25 cent rond. Maar ik verwacht dat dat eigenlijk niet gaat houden en dat we doorgaan naar beneden. Het verkoopvolume begint op dit moment trouwens wel af te nemen, dus het zou wel door kunnen gaan en dan hier iets van een ronde bodem vormen om vervolgens eigenlijk de komende weken waarschijnlijk vooral zijwaarts te bewegen, net zoals het eerder gedaan heeft, consolidatiefase voordat we weer de nieuwe pump krijgen. Dus dat voor Dogecoin en als laatste gaan we kijken naar XRP. En we beginnen even met de XRP Bitcoin grafiek op de dagelijkse. En wat we hier eigenlijk zien is de potentie voor een flinke grote bull flag. Waarbij deze neerwaartse kanaal, dit neerwaartse kanaal met de twee blauwe lijnen, dat kun je zien als een bull flag. Als die naar boven uitbreekt, dan hebben we hier de pol. En dan zou deze bull flag flink hoger kunnen komen in ieder geval, als die naar boven uitbreekt in ieder geval. Het is wel een neerwaartse kanaal op dit moment. En die breekt over het algemeen dus ook naar bovenuit. Het heeft wel moeite met deze downtrendlijn wat dat betreft. En we zien hier ook nog de potentie voor een falling wedge. Dus die zou de boel kunnen kickstarten als het naar bovenuit breekt. De technische target van deze falling wedge, deze witte lijn en deze witte lijn, die zit in ieder geval hier op de bovenkant op de 2604 satoshis. Maar die zal waarschijnlijk, als die naar bovenuit breekt, doorgaan naar de 200 moving average op de 1 uur grafiek. En als deze naar beneden uitbreekt, dan zie ik de koers weer teruggaan naar die support op 22,31. En wat betekent dat voor dollarpaar? Dus deze falling wedge die ik eerder al deelde, ik weet niet meer of dat in de Premium Discord groep was of in de video ook. Die is naar boven uitgebroken, heeft daar zijn technische target gehaald en is sindsdien eigenlijk ook gewoon aan het consolideren. En ook hier zie je dat de lows eigenlijk steeds minder diep zijn. Dus dat maakt de kans groter dat we hier ook inderdaad aan het uitbodemen zijn. Misschien vormen we iets van een falling wedge. Maar ik vind hem op dit moment niet echt een hele mooie falling wedge. Maar we zouden hier wel kunnen uitbodemen. En dat zou kunnen betekenen dat we dan eindelijk ook dit neerwaartse kanaal naar boven gaan uitbreken. Dus het was mooi geweest als hij eerder was uitgebroken. Maar zodra we een uitbraak krijgen van dit opwaartse kanaal, dan zie ik in ieder geval de koers vrij hard doorgaan naar de targets. Zeker als het XRP-BTC paar naar boven uitbreekt. Goed, dat was het voor deze analyse en er zijn veel verzoekjes, ik kan ze helaas niet allemaal behandelen. Als jij Crypto Insider member bent, dan kun je stemmen op de altcoins die ik ga behandelen in deze video's. Als jij een Premium Discord groep member bent, dan kun je je verzoekjes ook doen. Daarbij verwacht ik wel dat je eerst natuurlijk een setup plaatst en dan kijken we er samen naar. Dus kom ons joinen op een van de platformen en ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.